bidden, dames en heren. Zullen we gaan staan, God naar binnen? We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren wat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Hier, u bent welkom, welkom. U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op. Naar de God van alle eeuwen. Wie bent welkom, welkom. U bent welkom, zoon van God. Wij richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. We zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. U bent welkom, welkom. U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op. Naar de God van alle eeuwen. Hier, u bent welkom, welkom. U bent welkom, zon van God. We richten heel ons hart op u. U bent welkom, hier, u bent welkom, welkom. U bent welkom, grote koning. En heffen onze handen op. Naar de God van alle eeuwen. Hier, u bent welkom, welkom. U bent welkom, zoon van God. We richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. U bent welkom in ons midden. U bent welkom in ons midden. Deze dienst. Ja. Fijn dat jullie er zijn met z'n allen. En fijn ook om te zien wat een enorm team er stond. We hadden net bid stond. Nou, die zaal die was heel mooi gevuld. Geweldig dat we zo met elkaar gemeente zijn. En allemaal ook iets mogen bijdragen ter ere van onze God. Bijzonder welkom aan Margreet Veitsma. Zij zal ons dienen met het woord. En ook een bijzonder welkom aan Harmen. En Marianne, die gaan straks nog iets delen. Ja, dat mag gerust. En ja, ik vind het zelf een fantastische week heb ik achter de rug met het mooie weer. Ik ben erg gevoelig voor het voorjaar wat er zo speelt. Vanochtend is er bij ons een geitje geboren. Dus nieuw leven alom. Ik heb een hele lijst mededelingen. Die wil ik even met jullie delen. Om te beginnen, de collecte die is voor de gemeente en voor Harmen en Marianne. En die collecte die vindt straks plaats tijdens de update van Harmen en Marianne. Dus, nou, dan weten jullie dat. Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar een gemeenteavond gehad. Dat was een hele fijne avond waarin we met elkaar hebben nagedacht over de opbouw van de gemeente, ideale raad, ideale gemeentestructuur. Het was heel fijn om met elkaar dat te doen. En in de eerstvolgende nieuwsbrief, die komt volgend weekend uit, zal daar ook een kort verslagje van worden bijgevoegd. Vanmiddag is er een ouder-kindmiddag. Er gebeurt van alles in de gemeente momenteel.
Mensen die daar aan deel wilden nemen, die hebben zich al opgegeven. Maar het is ook goed voor de andere mensen, voor de rest, om dat te weten dat dat vanmiddag plaatsvindt. Dan is er op 7 mei een jongvolwassenenavond in de Kameel. Dan is er een optreden van Hanne de Vries. En voorafgaand aan dat optreden kun je samen eten. Dat begint om 6 uur. En dan moet je je even aanmelden bij Ina Spijkerman. Even kijken. Dan zijn er mensen die graag lid willen worden van onze gemeente. Pieter en Harmke Boomsma met hun zoontje Elias hebben de kennis gegeven dat ze graag lid willen worden van onze gemeente. Nou, en Harmen en Marianne zullen ook aanstaande dinsdag aanwezig zijn op de 55-plus ochtend, waarin ze iets gaan delen over hun plannen, maar ook over het proces wat ze doorlopen hebben. Daar zullen ze iets over vertellen en hoe ze dat met hun gezin ook met God hebben meegemaakt. Dat is dinsdag om 10 uur in het gebouw van de vergadering aan de Nova Zembla-straat. En er ligt, voor het geval u het niet kunt onthouden, ook nog wat uitnodigingen op de infotafel achterin. De bloemen die zijn voor Annette Kastemans. Er is vorige week ook al iets over gedeeld. Ze is ernstig ziek. Laten we vooral ook voor haar blijven bidden en haar gezin. Ik denk dat ik ze nu heb. Zullen we samen gaan bidden? Liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we ook deze morgen bij elkaar mogen zijn als gemeente, als broers en zussen. Heer, dank u dat we ook vandaag, elke dag eigenlijk, mogen gedenken wat u voor ons hebt gedaan. Heer, dat u voor onze zonden bent gestorven. Dat u voor ons de dood hebt overwonnen. Heer, dat we mogen uitzien naar een eeuwig leven met u. En dat we nu al als gemeente daar een voorproefje van mogen hebben op deze plaats, op deze aarde. De plek waar u ons gesteld hebt. Heer, geef ook dat wij uw licht mogen doorgeven, ieder op zijn eigen plaats. Heer, en ik bid u om een zegen over deze dienst. Heer, wilt u Margreet zegenen met de woorden van u. Heer, wilt u ons zegenen met uw woord wat u voor ons hebt klaargelegd. Heer, en ik wil u danken voor de vrijheid waarin we dat met elkaar mogen beleven. Heer, die vrijheid die helemaal niet vanzelfsprekend is. Heer, er gaat geen dag voorbij over lezen en horen van de ellende in Oekraïne. En wat dat met mensen doet. Heer, wil daar toch ook zijn. Heer, wil zijn bij de leiders van deze wereld en geef hun liefde, uw liefde in hun hart, Heer, en laat ze tot inkeer komen. Heer, we bidden u zo al deze dingen uit genade en vragen u zegen in Jezus' naam. Amen. Heel fijne dienst. Harmen en Marianne en de collectanten kunnen rondgaan. Goedemorgen. Allemaal. Het is erg leuk om hier weer te zijn. We hebben al heel wat mensen eventjes gesproken, gezien, geknuffeld zelfs. En dat doet ons erg goed, erg goed. Zoals de meeste van jullie wel weten is het afgelopen jaren echt pittig voor ons geweest. Maar des te meer zijn we gewoon ontzettend dankbaar om dan hier te zijn. Om jullie te zien en we hebben ons ontzettend gedragen gevoeld, onder andere door jullie. En daarom is het nu ook fijn om even dat weerzien te hebben. Ik wil toch nog even heel kort teruggaan. Dit is ons gezin. De drie grote die zitten daar halverwege. Rut is al naar de kinderen toe gegaan. We hebben voor de mensen die ons nog niet kennen, ik zie ook een aantal mensen die we helemaal nog niet kennen. Ik wil toch even een kleine recap doen. 19 jaar geleden zagen wij er zo uit. En dat was nog in het vorige gebouw waar we toen kerk hadden. En toen hebben jullie ons allemaal uitgezonden naar Soedan. En toen zagen we er zo uit, een paar weken later. En we hebben daar 8 jaar mogen werken met jullie steun, taal, cultuurstudie. Heel veel mensen gedeeld over wie Jezus is. Harmen had vrienden daar. Daar is nog een fotootje van. Ik had mijn vriendinnen daar. We hebben heel veel kunnen delen. Jullie als gemeente hebben ons altijd omringd met gebed.
En helaas, na 8 jaar moesten we door een evacuatie, kwamen we weer terug in Nederland. Toen zijn we ook een beetje door een fase gegaan van, oké, wat nu? Eén ding is wat we nu wel geleerd hebben, het gaat meestal anders dan je verwacht. Maar in Afrika is er dan zo'n gezegde, dan begin je eigenlijk kerkdienst van all the time. God is good. All the time. Kijk, en dat is zo. En dat is de rode draad van ons leven. De rode draad is niet, het gaat allemaal anders dan je verwacht. Maar de rode draad is, God is goed. En hij zorgt voor ons. En we zijn toen hier weer herpakt. God bleef ons toch roepen. En toen zijn we in 2017 vertrokken naar Frankrijk. Om daar te gaan werken op een member care centrum. Centrum wat voor zendelingen zorgt. Daar verzorgden we de briefing. Dat hebben we 3,5 jaar gedaan. Dus we mochten samen met zendelingen naar het kruis gaan om hun moeilijke dingen daar ook te brengen. En helaas is daar na 3,5 jaar een einde aangekomen. Onze samenwerking is stuk gelopen. En het afgelopen jaar hebben we ons weer herpakt. Dan zijn we vrij abrupt verhuisd naar ons nieuwe huis. Hier wonen wij nu. In een prachtig chalet. Wederom, God is goed, hij voorziet. En toen hebben we ook weer naar God gerend. Hem vastgegrepen. Heer, wat nu? Wat nu? En God blijft ons roepen en de passie voor zending op ons hart leggen. En we zijn erover uit dat we ons leven willen blijven inzetten. Om zendelingen te trainen, om zendelingen te coachen en om zendelingen te debrieven. Dus hen helpen te verwerken waar ze doorheen zijn gegaan. En dat gaan we nu doen. En hoe dat precies gaat doen, daar hebben we maandag en dinsdag heel veel tijd voor om dat uit te leggen. Jullie zijn van harte uitgenodigd. Maandag is er een avond in Hasselt. Dinsdagochtend, 55 plus. Maar andere mensen zijn ook welkom deze keer. En dinsdagavond in het achterhuis. 7:45, ja. Staat daar. Als jullie nog niet doen, kunnen jullie inschrijven voor de nieuwsupdate. Of ons volgen via Instagram. Tot ziens, tot spreeks. En een fijne dienst verder. We gaan lekker weer zingen. Ja, zeker. En ik ben altijd gewend om bij het zingen te gaan staan. Dus ik wil u ook uitnodigen dat te gaan doen. Gaan we God aanbidden. We gaan bekende liedjes zingen. We gaan minder bekende liedjes zingen. Maar de tekst die we zingen is om God groot te maken.
sterker dan het zeggen. Er is een licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen. Dan de tranen. Er is sterkte, zelfs in onze zwakte. Er is trouw die ons nooit zal verlaten. Onze hulp en onze verwachting is in u voor eeuwen. Dus richten wij onze harten naar boven. Vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. Een machtige rots, onze schuilplaats is vol. Groter dan ons lijden. Er is antwoord midden in de twijfel. Overwinning vast door al ons strijden. Onze hulp en onze verwachting is in to the darkness. You give hope
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Love, you bring light into the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out. Your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
stijg op als een arend. Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest, de kracht van uw liefde. Ik kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien. Margreet Feitsma. Leuk om hier te zijn. Ik kom deze ochtend uit Drachten hier naartoe gereden. Altijd belangrijk om even te noemen dat ik in Friesland woon, maar toch van origine een Groningse ben. Dat is dan jammer, zegt hij. Oh, ben jij een Friese, Erwin? Oh, 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 oh. Ja, hij snapt wel precies wat ik bedoel. Nee, leuk om bij jullie te zijn. Ik dacht, jullie zijn voor mij nieuwe gezichten, maar ik ben ook een nieuw gezicht voor jullie. Dus misschien fijn om even iets te weten van de persoon die hier voor jullie staat. En eigenlijk is denk ik het belangrijkste wat je over mij kan weten, dat het mijn verlangen is om mijn hele leven te blijven leren van Jezus. Ik wil hem graag navolgen in alles wat ik doe. In de highs van het leven, de lows en de sleur van het leven. Ontdekken wat het betekent om leerling van hem te zijn. En ik begreep dat vanochtend ik een unicum heb. Namelijk dat ik de eerste vrouw ben die hier mag spreken. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar enthousiast over zijn. Ik kan me ook voorstellen dat hier misschien mensen zijn die daar, nou, even van moeten slikken of dat moeilijk vinden. En ik wil je eigenlijk in allebei de gevallen uitnodigen om deze ochtend met mij te ontdekken, hé, wat wil God ons leren vanochtend? Want dat is waar het om gaat. Ik ben werkzaam
Dat is ook leuk om even te zeggen. Bij Navigators Lef. Ik heb jarenlang in de kerk gewerkt. Als tienerwerker, als jongerenwerker. En bij Navigators Lef mag ik op dit moment jeugdleiders trainen. Dus ik ben met heel veel teams onderweg. Die eigenlijk proberen met tieners onderweg te zijn. Om hen te leren wat het betekent om met Jezus te leven. En dat vind ik heel erg gaaf. En als ik iets geleerd heb. Als ik iets geleerd heb in mijn jaren als trainer van teams van jeugdleiders, dan is het wel dat samen onderweg zijn, jullie jaarthema, niet vanzelfsprekend is. Dat is eigenlijk best wel een uitdaging. Dus ik vind het heel gaaf dat jullie daar dit jaar voor nemen, om daarbij stil te staan en samen daarin te leren en te ontdekken. En ook samen te ontdekken dat niet elk seizoen hetzelfde nodig is. En niet elk seizoen in het onderweg zijn hetzelfde belangrijk is. En het is heel kostbaar om samen daarin te kunnen identificeren. Wat geeft God nu? Wat is voor nu? Goed. Laten we met elkaar, ik zou zeggen het woord induiken. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een pre-corona verhaal. Ze bestaan nog. Want eigenlijk voor corona was ik in de zomer met een groep jonge mensen 3 weken lang in Malawi. Groep jongeren uit mijn eigen kerk, Jeanette, die vandaag met me mee is gekomen, die was daar ook bij. En daarin, tijdens die tijd, die 3 weken dat we daar waren, ontmoetten wij Promise. Klein ventje. En hij was wel bijzonder. Op een heleboel manieren. Maar een van de redenen was dat hij te vroeg was geboren. En daardoor waren er fysiek wat dingen die niet helemaal lekker gingen bij hem, maar ook in zijn sociale interactie met mensen. Hij voelde niet zo goed aan waar de groep zat en dan deed hij dingen wat onhandig. Maar het gevolg daarvan was dat in het dorpje waar hij woonde, dat hij werd gepest. En niet alleen met woorden, maar echt letterlijk dat mensen soms achter hem aan zaten met stokken en dat hij werd geslagen. En dan denk je de kinderen, nee, ook de volwassenen, daar deden dat. En dat raakte ons als groep en dat raakte mij als persoon ook heel erg. Om dat te zien, zo'n klein ventje, een kind waar dat mee gebeurt. Dat je gewoon volwassenen met stokken daarachteraan ziet rennen. En dat maakte mij boos. Ik was niet alleen boos op die mensen, maar ik was eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook wel een beetje boos op God. Ik dacht, Heer, wat is dit nou? Hoe kunt u dit toestaan? En waarom staan hier geen lokale mensen op? Hoe werkt dit? Ik snap het niet. En ik merkte die boosheid in mezelf op. Dat is altijd al de kunst om te denken, hey, wacht eens even, wat gebeurt er nou eigenlijk in mezelf? En ik dacht, die boosheid, daar moet ik over in gesprek met de Heere God. Dus ik ging naar de Heere God en ik wilde daarover delen met hem. En in dat gesprek met hem ontdekte ik eigenlijk 2 dingen in mezelf over die boosheid. Het eerste was dat ik boos was over de systemen. Gewoon de systemen in de wereld, waar de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. En dat dit ventje daar nogal slachtoffer van was. Want als die in het rijke Westen was geboren, reken maar dat zijn toekomst er anders uit had gezien. Maar door zijn context, waar hij geboren werd, werd het heftiger eigenlijk. De armoede maakte zijn situatie slechter. En ik voelde me ook boos omdat ik machteloos stond tegenover die systemen. Dat verander je niet zomaar. En het tweede wat ik daarin ontdekte was eigenlijk een stuk pijnlijker en ook persoonlijker. Namelijk dat als ik echt even heel eerlijk was, ik die mensen daar lokaal ook wel een beetje snapte. Want het was ook wel een beetje irritant jongetje. Ik vond hem ook, nee, ik moet het anders formuleren. Ik vond hem ook wel een beetje een irritant jongetje. Ik vond het ook moeilijk om goed met hem om te gaan. En dat deed wat meer pijn. Daar schaamde ik me eigenlijk wel voor. Dat was ook de realiteit van wat er in mijn hart leefde. En deze reflecties met God zetten mij eigenlijk weer in beweging. Aan de ene kant om het in het nadenken over die systemen van armoede en rijkdom die ik niet allemaal kan veranderen, maar waar ik wel bewuste keuzes in kan maken binnen mijn invloedssfeer. Maar vooral in die vragen. Hey, welke ruimte heb ik voor de ander in mijn leven? Waar ik dus soms misschien wel irritatie bij ervaar. Hoe ga ik met die ander om? Welke ruimte heb ik voor die ander? Hoe eerlijk durf ik daarin ook naar mezelf te zijn?
En die vragen, want we zijn echt jaren verder, die draag ik nog steeds met me mee. Door de ontmoeting met dat ventje. Tof, hè? Dat leerde hij mij. Dat leerde hij aan mij. Je kan dus onderweg zijn met God. Hele toffe dingen doen. Om het even in jullie kwartaalwoorden te zeggen, in de kracht van zijn koninkrijk onderweg zijn. En dan eigenlijk op een punt komen dat je denkt, oeh, ik loop even tegen mezelf aan. Dit raakt iets in mij wat pijn doet, waar het niet helemaal lekker zit. En deze ochtend wil ik met je kijken naar een verhaal waar God ook echt met kracht werkt. Ik denk dat er weinig verhalen in de Bijbel zijn waar God met zoveel kracht werkt. Waar de kracht van het koninkrijk volop zichtbaar wordt. Maar ook een verhaal dat ons uitdaagt om naar ons eigen hart te kijken. Want in dit verhaal is de persoon waar God zo krachtig doorheen werkt, eigenlijk heel boos op hem. En onverschillig. Goed. We gaan erin duiken. Het verhaal waar ik met je naar wil kijken bestaat eigenlijk uit 4 scènes. En zelf heb ik eigenlijk jarenlang dit verhaal helemaal niet goed begrepen. Ik had er allemaal vragen bij. Ik vond het eigenlijk een heel vreemd verhaal. Ik zal daar straks nog even verder op terugkomen. Maar wat wel goed is om te noemen, dit verhaal is geschreven in de verhaalstijl die we tegenwoordig satire zouden noemen. En ja, het is een verhaal uit de Bijbel. En satire, dat is eigenlijk een type verhaalstijl waarin personen in extreme omstandigheden worden geplaatst of komen, waar vervolgens humor en een beetje ironie wordt gebruikt om hun soms stommiteit, maar ook soms karaktergebreken zichtbaar te maken en ook te bekritiseren. Ik praat met je door 4 scènes. De eerste scène. Het verhaal start bij een profeet. Nou, profeten in de Bijbel zijn best wel toffe mensen, hè? Ik bedoel, je hebt een enerverend leven. Je mag misschien wel naar een koning om te zeggen dat hij het niet goed doet. Nou, dan heb je wel lef als je dat durft. Om daar naartoe te gaan, je mag recht doen. Rechtvaardige strijder ben je eigenlijk. En we lezen ook in het verhaal dat dit een profeet is die hoort bij het volk Israël. Hij dient God, hij is trots op zijn afkomst en hij krijgt van God een opdracht. Een goede profeet uit een goed land krijgt de opdracht, ga naar een slechte stad met slechte mensen om ze te laten weten dat wat zij doen, dat niet oké is en dat God het ziet. Hun onrecht is niet oké. Nou, heel helder. Hij zegt nee. Huh? Wacht even, hij zegt nee. Weet wel over wie we het hebben? Jona, jawel. Jona. Maar heb je je wel eens afgevraagd, waarom wil Jona niet? Waarom vlucht hij? Is hij gewoon rebels? Denkt hij, joh, ik heb genoeg opdrachten van God gehad, ik ben er wel klaar mee. Heeft hij er geen zin meer in? Waarom wil Jona eigenlijk helemaal niet? Wat is dat? Komen we straks op terug, maar het verhaal gaat eerst nog verder. Want Jona die vlucht op een schip. En ook daar zit een verhaal vol humor en ironie. Ik wou dat ik er helemaal in kon gaan, maar het lukt niet in de tijd. Maar God, of Jona, lezen we daar, die loopt weg voor God. En heel grappig vertelt hij dus aan die zeelieden, ik loop weg voor de God die de zee en het land gemaakt heeft. En die zeelieden kijken soort van aan, hè? Je loopt weg voor de God die de zee gemaakt heeft op een schip. Was dat nou weer voor slecht idee? Terwijl ze midden in een storm zitten en bijna vergaan. Nou, even een voorbeeldje van de ironie die we daar tegenkomen. Maar er is een grote storm en een lang verhaal kort. Jona die wordt overboord gegooid. Op zijn eigen suggestie. Die mannen willen dat eigenlijk helemaal niet. Maar hij gaat zo hop het water in. En dan komen we bij die tweede scène waar we eigenlijk Jona vooral van kennen. Namelijk het verhaal van de vis. En eigenlijk wil ik het daar vandaag niet over hebben. Niet omdat het niet belangrijk is, maar de vraag of dat echt letterlijk zo gebeurd is. Ik weet, dat is een hele grote vraag, maar die parkeer ik even. Niet omdat die niet belangrijk is, maar omdat het voor de betekenis van het boekje Jona, zoals we het vinden in de Bijbel, niet superveel verschil maakt. Dus de scène vertelt, Jona die wordt opgeslokt door een vis. 3 dagen, 3 nachten zit hij daarin. En dan bidt hij tot God. Opnieuw een bijzonder vroom gebed. Ik wil even een stukje met je uitlezen. Gewoon voor het idee van die Jona.
in Jona 2 lezen we dat in vers 9, onderdeel van zijn gebed, een soort terugkeer naar God. Zij die armzalige goden vereren, verlaten u, trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen. Nou, dat is natuurlijk een beetje grappig, want hij is net heel hard bij God weggerend. En heeft God in die zin eigenlijk ook verlaten. Maar nee, Jona is, wordt hier weer mooi neergezet. Maar goed, na 3 dagen spuwt die vis hem uit, staat er dan. Letterlijk staat er zelfs dat de vis hem uitkotst. Dat is het woord wat er in het Hebreeuws staat. En dan is die scène voorbij en komen we bij de 3e scène. En dan gaat Jona toch echt op weg naar Nineveh. Nou, even voor je beeld, hè, want wij denken, oh ja, Jona gaat naar Nineveh. En dan één vers later is hij ook al in Nineveh. Maar er is een traditie die zegt dat in Libanon vind je een plek dat heet Jonah's Beach. Dat is volgens de overlevering dan dus het strand waar Jona uit de vis zou zijn gekomen. Maar van dat strand naar Nineveh, dat is dus 178 uur lopen. Dus dan ben je wel een maandje onderweg, zullen we maar zeggen, minimaal. Even voor je beeld, hè? Dus het is niet hop hop door. Nee, het was ook echt nog wel een hele reis die hij moest maken naar Nineveh. En dan komt hij in Nineveh aan en dan gebeurt weer wat wonderlijks. Wil ik ook met je lezen uit Jona 3. Vers 3b. Nineveh was een reusachtige stad ter grootte van 3 dagreizen. Jona die trok de stad in, 1 dagreis ver. En riep... Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Nog 40 dagen. Er gebeurt wat wonderlijks. Ik bedoel, dit is de kortste preek ever. En wat gebeurt er? Heel die stad komt tot inkeer. Nee, echt heel die stad. Je zou het voor de grap eens moeten lezen. De koning, nou niet voor de grap, je zou het gewoon eens moeten lezen. De koning, die gaat daar dus een decreet afkondigen. En de mensen, die moeten vasten, die moeten een boetekleed aantrekken. Maar niet alleen de mensen, zelfs de dieren. Dieren krijgen geen eten. Dieren mogen een boetekleed aantrekken. Nou man, ik denk elke dominee zou willen dat hij zo impactvol kon preken. 3 zinnen, nou niet eens 1 zin. En heel de boel op de knieën. Dat is wel wat. Over de top bijna. Man, wat een kracht. Wat een impact. De kracht van het koninkrijk. Een hele stad komt tot bekering. En wat lezen we aan het einde van deze scène? God ziet de oprechtheid van deze mensen. Hij ziet dat ze hun leven daadwerkelijk veranderen. Dat ze hun praktijken, dat wat ze aan het doen zijn, anders eruit gaat zien. En hij komt terug op zijn dreigement. En dan komen we bij de grote ontknoping. En dat wil ik even met je lezen. Jona 4. En ik begin toch bij 3 vers 10. Laatste vers nog even meenemen. Toen God zag dat zij, de Nineveïten, Nineveërs, nou goed. De mensen die wonen in Nineveh, toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. En daar komt hij. Dit werkte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei, is het terecht dat je zo kwaad bent, Jona? Jona negeert die hele vraag. Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten met wat er met de stad zou gebeuren. En nu liet de Heer God een wonderboom opschieten om Jona's schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen.
Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? En Jona antwoordde, ja, het is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood. Toen zei de Heer, hey Jona, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren. Weer een gekke twist in het verhaal van Jona. Want ineens gaat het niet meer over Nineveh. Ineens gaat het niet meer over de opdracht die Jona kreeg. Ineens gaat het over Jona's hart. Wat daarin leeft. Want Jona is boos. Heel erg boos. Op God. Over Gods goedheid. Hè? Weer die vraag. Waarom is Jona nou zo boos? Zo boos dat hij zelf zegt, laat mij maar sterven. Er is iets met dit verhaal en dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat de stad Nineveh onderdeel was in die tijd van het Rijk van Assyrië. En als je zou gaan lezen over dat Rijk, Assyrië, wat voor land dat was, dan zou je ontdekken dat er echt heel, eigenlijk geschreven staat over heel gruwelijk geweld. Wat zij hebben gedaan. Onder andere tegen het volk Israël. En het was niet mis. Er zijn dus teksten uit die tijd. Ja, ik zou dat hier niet eens durven voorlezen. Zo heftig is dat. Je zou het kunnen vergelijken misschien met wat wij afgelopen jaren hebben gehoord. Wat terugkomt van de gruwelijkheden die IS heeft begaan. Dat is een beetje het level waar je aan kan denken. Heel heftig. En God stuurt Jona naar dat volk. En Jona is boos. Waarom? Zijn God heeft zijn vijanden lief. Zijn God heeft zijn vijanden lief. En daar komen we eigenlijk bij de kern van het boek Jona. Want God verlangt er niet alleen naar dat de mensen die kwaad doen hun onrecht stopzetten en veranderen. Hij verlangt er ook naar dat Jona, die zichzelf een soort van aan de goede kant van de geschiedenis voelt staan, eerlijk naar zijn eigen hart durft te kijken. En eerlijk is over de wraak en de haat die daar leeft. Want hij gunt hen Gods goedheid niet eens. God verlangt naar een transformatie van mensen. Waar ze ook staan. En waarom? Omdat Gods koninkrijk een koninkrijk van vrede en verzoening is. Dat is zijn hart. Dat is zijn verlangen. De vier scènes uit het boek Jona. Ik ben er in een high speed hoogtempo met je doorheen gegaan. En ik wil er nog twee lessen uithalen. Er is nog zoveel meer. Ik wil je echt aanmoedigen het nog eens te lezen thuis. Het zijn vier korte hoofdstukjes. Er is zoveel uit het boek Jona te halen. Maar twee lessen wil ik nu met ons uitlichten. De eerste is dat Gods goedheid, zijn liefde en zijn genade voor elk mens is. En er is nogal een grote kans dat dat in ons hart misschien wel niet zo is. Ik moet eigenlijk altijd wel glimlachen om hoe Jona God aanspreekt. Ik wist het wel, u bent een God vol geduld en goedheid en genade. Pff. Ja, dat vinden we heel fijn als het voor ons is. Maar vinden we het ook fijn als God die God voor de ander is? Voor die ander waar we soms misschien mee strijden. Die ons pijn heeft gedaan. Moet je je voorstellen dat God dat tegen je zegt? Ik denk dat we allemaal, of nou niet, misschien niet allemaal, maar dat veel van ons zoals we hier zitten, in ons levensverhaal momenten kennen
waar een ander ons misschien wel diep verwond heeft. Echt diep verwond. In onze ziel, in onze diepste kern. En moet je je voorstellen dat God dat dan tegen je zegt. Maak je op en ga terug naar de mensen die jou onrecht hebben aangedaan. Spreek je uit tegen dat onrecht. Met de woorden die ik je geef. En ik kan me eigenlijk ineens een stuk beter voorstellen dat Jona vlucht. Ik wil dat helemaal niet. Wij mensen willen dat over het algemeen helemaal niet graag. Mensen die ons onrecht hebben gedaan onder ogen komen. Dan komt er woede en schaamte en kwetsbaarheid naar boven. Dus vluchten we en proberen we een plek te vinden waar we juist met rust gelaten worden. Gert-Jan Roest schrijft een boek over, heeft met, samen met Stefan Paas een boek geschreven over Jona. En hij zegt het volgende daarover. Ik heb de quote meegenomen. In dit boek lachen we om Jona. Jona's gedrag wordt gerelativeerd. Maar daarmee nodigt het boek ons uit om ook om onszelf te lachen en onszelf te relativeren. Nu kan ik best om mezelf lachen en mezelf af en toe relativeren. Dat is niet een probleem. Maar juist niet als het gaat om mijn omgang met diepe wonden die anderen mij hebben toegebracht. Op dat punt ben ik bloedserieus. Ik wil begrip en ondersteuning. Maar ik verzet me hevig tegen relativering. Het is wel erg belangrijk om te zien dat het boek Jona nergens het onrecht zelf relativeert. Ook Gods rol in dit drama niet. Maar Jona zelf wordt wel gerelativeerd. Er wordt een beetje de draak gestoken met deze bloedserieuze man. Daarmee krijgen we een spiegel voor gehouden. Moet je eens kijken hoe je je oordeel klaar hebt over goddeloze mensen terwijl je zelf voor God op de vlucht bent. Moet je eens kijken hoe je eigen houding naar hen die onrecht doen een mix is tussen terechte verontwaardiging en een superioriteitsgevoel. Je wilt hen confronteren, maar je hart is vol wraakgevoelens. Moet je eens kijken hoe de onrechtplegers monstergroot voor je worden, terwijl je niet rekent met God, schrijft Gert-Jan Roest over Jona. Het is confronterend dat Gods goedheid en liefde en zijn genade voor elk mens is. En Gert-Jan maakt hier een heel terecht statement. Het betekent namelijk niet dat God voorbij gaat aan het onrecht wat ons is aangedaan. Het verhaal leert ons zelf dat waar onrecht is, waar jou misschien onrecht is aangedaan, dat we zelfs de ander mogen aanklagen daarover. We hoeven het niet weg te moffelen, we mogen er boos over zijn. De Bijbel leert ons dat telkens opnieuw. Maar het verschil is dat Jona ook wilde oordelen. Hij wilde beslissen wat er met de mensen gebeurde in Nineveh. En dan zegt God, nee, dat is niet aan jou. Dat is aan mij. Maar dat betekent niet dat het onrecht wat jou daarmee is aangedaan goed gepraat wordt. Dat is iets anders. Dus de eerste les, Gods goedheid en liefde en zijn genade is voor elk mens. Maar de tweede les die ik hier uithaal en die ik deze ochtend met je wil delen, is dat God niet bang is voor de eerlijkheid van Jona. Schijnbaar mag dat dus, boos zijn op God. Er zijn mensen die denken dat God een hoge, strenge God is, die neerkijkt op mensen en tegen wie mensen dan weer een soort heel eerbiedig opkijken. En als je iets fout doet, oh man, dan rekent God je daar gelijk op af. Maar dat is niet wat we hier lezen. Ja, God is de hoge, de grote, de verhevene, ja. Maar Jona is boos. En het lijkt er zelfs een beetje op dat God dat boompje geeft om hem nog even extra te prikken. Dat boompje wat dan opgroeit. En dan weer verdwijnt alsof God nog even extra wil prikken. Zeg, kom maar met je boosheid, Jona. Kom maar even. Even kijken of we er nog wat meer uit krijgen. Alsof hij bijna wil dat Jona ontploft. Alsof hij bijna wil dat hij zo boos wordt. Waarom? Zodat hij op dat punt komt waar al die grote vragen boven komen. Waarom? Want dat is het punt in dit verhaal waar God inbreekt. Waar hij iets van zichzelf laat zien. Waarop hij met zijn grote verhaal eigenlijk inbreekt in het kleine verhaal van Jona. In het kleine verhaal van ons leven.
eerlijk zijn naar God? Wanneer was jij voor het laatst echt eerlijk naar God? Wanneer heb je het naar hem uitgeschreeuwd omdat je zo boos was? Of snikkend aan zijn voeten gezeten omdat je zo verdrietig was? Of net zo kwetsbaar je oprechte blijdschap en vreugde met hem gedeeld? Heb je het onrecht dat jij misschien in je leven hebt ervaren met hem besproken? Of ben je net als Jona misschien nog wel een beetje aan het vluchten als je eerlijk bent? God is niet bang voor de eerlijkheid van Jona. En door de hele Bijbel heen lezen we dat God niet bang is voor de eerlijkheid van de mens. Wat tof. Wat tof. Hey, en met deze les wil ik afronden. En ik wil eigenlijk een moment nemen van stilte. Om even bij jezelf naar binnen te kijken. Met de vraag, hey, welke emoties leven er in jouw hart waarvan het nodig is dat je ze uit gaat spreken naar God? Laten we even een moment stil zijn. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u niet bang bent voor wat er in ons hart leeft. Dank u wel zelfs voor uw uitnodiging aan ons om echt eerlijk tegen u te zijn. Dank u wel dat u ernaar verlangt om ons te ontmoeten. Dat we in dit verhaal lezen dat u zelfs daar zo betrokken bij bent, bij Jona, en daarin prikt en zelfs naar hem zoekt. Ernaar verlangt dat hij zo eerlijk is. Vader, dank u wel voor uw goedheid en uw liefde voor elk mens. Uw trouw daarin. Heer, we prijzen u daarvoor, ook als het soms pijnlijk is. En Vader, we bidden, zoals we hier zitten voor elkaar en voor de pijn en het verdriet, wat in zoveel levensverhalen aanwezig is. Heer, we bidden, kom, ontferm u. Heilige Geest, kom met uw troost en nabijheid. Zo bidden we in Jezus' naam. Amen. Hey, ik kan me voorstellen dat een minuutje stilte helemaal niet genoeg is voor de eerlijkheid die oppopt in je eigen hart. Dus ik wil je ook eigenlijk nog echt de uitdaging meegeven als je merkt, oeh, daar zat wel iets. Om deze week tijd te nemen met de Heere God. Om daar nog eens over door te praten. En misschien is er wel meer nodig in hulp. Of door te delen nog met iemand anders. Dan bij deze echt de uitnodiging en de aanmoediging om dat ook echt te doen. Amen. Thank you.
is mijn verlangen. U prijzen, Heer, met mijn hele hart aanbid ik U. Voor de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de nabijheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen. Zullen we nog één keer zingen? Heer, ik geef u mijn hart. Thank you.
onze God ooit stoppen. Want God is de leeuw, de koning van Juda. Hij brult, hij is machtig, hij wint onze veldslag. En elke knie zal voor hem buigen. En Jezus het Lam, het offer dat kwam voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij. En elke knie zal buigen voor de leeuw en voor het Lam. En elke knie zal voor hem buigen. Maak ruimte voor de hoogste Heer. Hij is het die ons redt, en laat wie nu nog vast zit vrij. Wie kan onze God ooit stoppen? Want God is de leeuw, de koning van Juda. Hij wilt, hij is machtig. Hij wint onze veldslag, en elke knie zal voor hem buigen. En Jezus het Lam, het offer dat kwam, voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij. En elke knie zal buigen voor de leeuw en voor het Lam, en elke knie zal voor hem buigen. Kan onze God ooit stoppen? Wie 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 kan onze God ooit stoppen? Kan onze God ooit stoppen? God komt als hij wil. Want God is de leeuw, de koning van Juda. Hij brult, hij is machtig. Hij wint onze veldslag, en elke knie zal voor hem buigen. En Jezus het Lam, het offer dat kwam, voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij. Elke knie zal buigen voor de leeuw en voor het Lam, en elke knie zal voor hem buigen. Voor vandaag. Smakelijk bakje en fijne zondag en graag tot de volgende keer. En onthoud, er zijn momenten dat jullie nog deze mooie mensen kunnen ontmoeten. En 7 mei, jongvolwassenen, wees erbij. Fijne zondag.
machtig. Hij wint onze welstand. En elke knie zal voor hem buigen. En Jezus, het lam, het offer dat kwam voor de zonde op aarde. Zijn bloed maakt ons vrij. En elke knie zal buigen voor de leeuw en voor de lam. En elke knie zal voor hem buigen. Open elke deur, maak ruimte voor de Hoogste. Ontwet en maakt wie nu nog vast zit vrij. Want wie kan onze God ooit stoppen? Want God is de leeuw, de koning van Juda. Hij brult, hij is machtig, hij wint onze veldslag. Elke knie zal voor hem buigen. En Jezus het lam. Het offer dat kwam voor de zonde op aarde. Zijn bloed maakt ons vrij. Elke knie zal buigen voor de leeuw en voor het lam. Elke knie zal voor hem buigen. Kan onze God ooit stoppen? Wie 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 kan onze God ooit stoppen?